Papa Man, als je dit kijkt, Mel en Kees, deze is voor jullie. Hoor je het, neef? Ja, wat jij wil, joh. We staan nu weer in Katwijk. Het is hoeveel graden? 5-6 graden. Boyet. Het is vandaag 2 april. En iedereen die klaar is voor gek. Maar ze staan allemaal te kijken, maar daar doe ik het voor. Oh, kap ik. Staan we weer. Elke maand. Lekker duikje. 2 april weer. We gaan er weer voor. We gaan weer een lekker stukje koud kletsen pakken. Lekker terug. Maar ik denk wel dat we het een stukje kouder krijgen. Maar dat houdt ons natuurlijk tegen. Macho, super macho. Hoor je het, neef? Hoi, moet dat? Ja, pak je aan. Ga je even lekker stukje zwemmen. Nou, lekker hoor, we halen het allemaal een keer. Ik ben eerst net zonder geweest. Maar dan heb je pakje al even blijft in de splits. Pak je. Jongens, doe er niet thuis na. Het heeft sowieso risico's. Onze expert is er ook bij. Peter Halo. Goedemiddag, dames en heren. We staan weer lekker op het Kalkse strand. We hebben net een lekker duikje genomen. Ik trek even mijn pakje aan, dan ga ik weer even lekker duikje nemen. Maar het is vandaag lekker 7 graden denk ik. Maar het water is 4 met een lekker opstekend windje. Maar ja, dat zorgt natuurlijk wel voor wind zorgt ervoor dat het, dat het koud niet op, het warmt je niet op. Nee, het verkoudt je. Ja, verkoud, ja, je snapt wat ik bedoel. Je raakt onderkoeld. Ja, en dan ben je verkouden hoor je ervan. En muziek en corona, weet ik veel wat je krijgt. Maar het is wel goed voor je koud water dus. Ja, neem gewoon een pakje mee als dit soort weer is. En dan kun je altijd gewoon lekker doen wat je wil. Ja. Doe lekker wat je wil. Ja, en doe gewoon lekker wat je wil, ja. Ja. En we gaan gewoon weer lekker stukje. We gaan weer even lekker doen. Zo. Hoi, neef. Pak je hakje, pak je zo'n dingetje dat ik zo op mee heb. We lachen voor. Kleine onderbreking. Ik heb mijn zwembril gevonden. We gaan bij aan doen. Maar rekken en strekken. Rekken en strekken, zegt hij. Boyet, dat moet ook gebeuren. Dat moet mij gebeuren. Onderschat dat niet, mensen. Onderschat de mensen. Nou, hoe noem je dat? Onderschat de natuur niet. Moeder natuur onderschat. Ja, moeder. Je wint elke strijd. Je bent er uit, ontstaan. En je zal er begrepen worden. Dat. Wat komt ie? Van stof meegemaakt. Stofzooi weer een keer. Ja, precies. Ja. Dat is waar. Ja. Heb je nog wat te zeggen voordat je het water gaat? Ja, ik weet het niet. Ik wil de groetjes doen aan mijn vader en mijn moeder. Hopen dat mijn moeder straks een lekker warm spannetje soep op klaar staat. En dan ga ik nu lekker een duikje nemen in dat water. Ja? Hoi het. Daar zit dus Peter van Halen met het water in gaan. En ik zeg doen. Pap en mam, als je dit kijkt, Mel en Kees. Deze is voor jullie. Aan je touw! Wow, ja, het neef. Lekker soepje van eigen deeg. Ik bedoel, van soepje van huizenmoeder. Yeah! Hoe is het water? Ja, toch wel aan de frisse kavel weg. Ja, ook hier voor. Ik ga lekker een stukje zwemmen pakken, ja, weet je wel, zeg je. Ja. Kees die zei dat het wel kon, dus ik ga gewoon eerst.
Maar het was al een koude dag. Dus we zijn een beetje water, we scoot maar het is te doen. Dit is de jeugd van tegenwoordig. En dit doet Mart goed. In plaats van zo op de Fortnite zitten. Of dat jolkie stick in dat computerspelletje. Ga lekker naar buiten. Neem een duik. Volg deze kinderen in de voetsporen. Kijk. Kom een voorbeeld. Yeah! Of ben ik kinderen allemaal van de wijdring aan het springen? Ja, die kinderen zitten allemaal te spelen in het zand. Maar vrouwen moesten wel netten maken. De scalpen wisten. Ja, ik kan nog herinneren met Piet, Kees en Clash Jan. Gingen wij altijd ook de netten in je. Ja, ja, jij ja, was ook mee altijd. Ja, ja, zat je te huilen en dan zat er opeens ook een zeemaaien in of wat anders. Ja, werk hoor, vrouwen. Ja, echt waar. Ja. Ik heb al 19 jaar deze RDW kunnen maken. En ik heb nog nooit zo'n jeugd gezien als nou. De generatie is veranderd. Alles na 2002, dat is een vergaande glorie. Vergaande glorie. Vergaande glorie. De jeugd is net zo ver gezonken als de Titanic. Ja, laten we het daarop houden. En als ze echt trooien en een gekke longer. Ja. Een slot of die gladioren, zeggen we dan.